Laat ik een paar dingen opmerken. Ja. Ten eerste, dat is het leuke in een democratisch land. De wetgever, dat zijn we zelf. Hè? Dat is de Staten-Generaal die in samenwerking met de regering wetten opstelt. Dus een wet is nooit voor eeuwig gegeven. Ten tweede, denken schrijdt voort. En dat mag je ook wel in de wetten tot uitdrukking brengen. Ten derde, het blijkt dus dat die gasboringen, die dus niet in de Waddenzee, maar vanaf land, daar hebben ze speciale technieken voor verricht, dat die geen schade toebrengen aan het milieu. Ja. Zij het met een onzekerheidsmarge, want daar is onwetenschappelijk onderzoek naartoe gedaan. En zoals de wetenschap betaamt, als je niet voor 100% zeker kunt zijn, dan geef je die onzekerheidsmarge aan. Maar we zijn ook praktische mensen. En dat betekent dus, je kunt gewoon gaan boren, maar je moet het rustig doen. Want dan kun je het goed monitoren. En dan kun je als... Uw punt is eigenlijk, je doet het bovendien, doe je het op niet land, in dus de zee, maar je doet het ja, op land. Dus het gaat schuin, die bellen. Je merkt er eigenlijk niks van. Dat is een beetje het probleem. Dus waarom zou je het niet doen? Dat heeft me heel lang gedacht, ook bij de slochterenbel, dat dat geen gevolgen zou hebben. Totdat na vele jaren pas bleek dat de bodem wel ging dalen. Ja. En daarom is het wat kortzichtig om te zeggen van, we doen dat heel voorzichtig. Ja. Want op een gegeven moment kun je pas na 12, 13 jaar tot ontdekking komen, nu gaat het dalen. Ja, en dan hou je het ook niet meer tegen. Dat is dus bij Slochter ook gebeurd. Dat is dus niet zo. En wat is niet zo? Nou, de wetenschap is inmiddels veel verder. Hè. Men kan dus, terwijl men aan het boren is, het precies vaststellen. Dat is één. Het tweede, wat kan men precies vaststellen? Of er bodemdaling überhaupt zal optreden. Er is al vastgesteld dat er bodemdaling ja, dat optreden. Is, dat naar is aanleiding een, dat is een van slochter die 13 jaar onderzoek. Dat is een slochter gebeurd, maar dat is miniem. Ja. Dat stelt niets voor. Als u kijkt naar de opwarming van de ijskap, dan is dat een veel groter effect dan ooit in het slechtste geval zou kunnen worden veroorzaakt door bodemdaling. Even niet naar de ijskap, maar even terug naar Ameland. Ja. Er is vastgesteld dat de bodem zakt ook in de Waddenzee met 1 à 2 centimeter per jaar. Dat stelt dus heel weinig voor. Dus als je 10 jaar boort, dan... Nee, dat mag je zo niet doen. Want dan zouden we in Groningen 10 centimeter lager zitten en dat is niet zo. Helaas. Maar de heer Fortuyn heeft wel een punt. Hij zegt namelijk dat door de klimaatverandering de zeespiegel stijgt. Ja. En nou is het vervelende, die twee dingen, die werken namelijk elkaar versterkend op. Ja. En daarom zeggen wij van dit unieke natuurgebied, het enige oorspronkelijke natuurgebied wat Nederland moet behoeden, want het valt ons onder onze verantwoordelijkheid, dat moet je dan ook echt behoeden en dan moet je daar niet de economische gewin gaan uithalen. Juist omdat je als gevolg van bodemdaling en zeespiegelreizing, dat grote risico... U gaat van dit soort absoluutheden uit, dat kunt u dus niet doen. En u noemt dat in uw column die u daarover geschreven hebt, daar staat met grote letters boven milieuterrorisme. Wat is hier, als je dit betoog nou hoort, wat is dan het milieuterrorisme waar u het over hebt? Laat ik eerst zeggen dat er boven mijn column iets anders stond. Daar stond boven waddengekeutel, dat is wat anders. Ik vind het dus een discussie van niks. Wat ik wel vind, en in die zin wil ik ook degene die die kop bedacht heeft natuurlijk beschermen, want mijn naam staat eronder, dus ik aanvaard de volle verantwoordelijkheid. Ik heb die hele column gelezen en het kwam wel neer op milieu, terrorisme in plaats van gekeutel. Wat is mijn bezwaar tegen die hele milieubeweging en dat uitzicht hier in de Wadden-discussie, de Brent Spar, een groot schandaal. Hè? Dat blijft allemaal niet waar. Waarom noemt u dit betoog, wat wij nou net hoorden, wat erop neerkomt, laten we die Wadden nou voor ons allemaal houden. Waarom is dat milieuterrorisme? Dat zal ik u vertellen. Dat is een standpunt wat je mag hebben, gelukkig, in een democratie. Maar ik vind, ik wil het zo graag horen waarom het zo is. Ik vind dat de politiek belangen moet afwegen en zich niet de wet moet laten voorschrijven door een beweging die door niets en niemand is gekozen. En wat er gebeurt, dat is dat die discussies over het milieu, dus niet alleen over de Wadden, maar ook over de Brent Spar, ook over die branden in Kuwait, op een manier gevoerd worden die doen denken aan een religieus fundamentalistisch debat. Zij doen alsof ze alles weten. Ze weten net zoveel als wij. Dat is vrijwel niks. Er wordt van alles beweerd over de ozonlaag, over CO2-uitstoot, over die ijskap. Nou, blijkt nu weer dat dat door stromingen komt uit de oceaan. Dus dat het helemaal niet aan te tonen is dat dat door ons slechte beheer van de aarde komt. En
en dat is mijn laatste argument, wat stelselmatig wordt onderschat door de milieubeweging, is het geweldige absorptie- en veranderingsvermogen van de natuur zelf. Want hij kan wel zeggen dat het erg is als het wat weggaat, maar dat is in die miljoenen jaren geschiedenis is dat vaker gebeurd. En dan komt er weer iets anders. Komt er een ander wat? Ja, zo gaat dat. Of een ander gat. Want we zijn hartstikke sterk. Hè? Wij leven ook nog steeds. Ja. Nou, is daar iets voor te zeggen? De natuur neemt zijn loop. En er komt wel weer wat natuurlijk anders. Natuurlijk neemt de natuur zijn loop. Ja. Anderzijds hebben wij als menselijke soort onszelf de vermogens gecreëerd om gigantisch te kunnen ingrijpen in die natuurlijke mechanismen. En ik zeg dus niet, dit of dit zal zeker gebeuren. Ik zeg alleen, je loopt het risico dat door menselijk ingrijpen, omdat we hoogtechnologisch die vermogens hebben, hè, kijk naar de aantasting van de ozonlaag, kijk naar broeikaseffect, dat je daarmee... Het wordt wetenschappelijk bestreden, hoor. Ja, het wordt wetenschappelijk bestreden, maar meneer Fortuyn, u moet nou eens goed luisteren. Het zijn geen bevindingen van de natuur- en milieubeweging. Het zijn de bevindingen van wetenschappelijke instituten waar wij op ons baseren. Wij doen zelf wel een... Mag ik u even onderbreken? Maar er zijn ook wetenschappelijke instituten die volstrekt tegenovergestelde beweren. Er is nu wetenschappelijk vastgesteld dat de zeebodem daalt bij boringen. Er is ook vastgesteld dat dat niet zo erg is, omdat die daling zich als het ware vanzelf weer vult. Dat er geen of nauwelijks schade aan het milieu is toegebracht. Ik wil dus graag eerst die rapporten zien. Ik heb die rapporten namelijk niet gelezen. Ik wil eerst kijken waar de wetenschappers die dat onderzoek gedaan hebben hun eigen onzekerheden inbouwen. Want, zoals ik al zei, het is ondenkbaar dat een wetenschapper nu met 100% zekerheid kan stellen dat dat geen negatieve effecten op het natuurlijk systeem van het wat dat zal hebben. U vertrouwt het onderzoek niet? Nooit doen. Nee. De wetenschapper zal gewoon zelf erkennen dat die 100% zekerheid niet te geven is. En wat hebben wij, niet als milieubeweging, maar als politiek in Nederland, het kabinet in overeenstemming met het parlement vastgesteld? Als die onzekerheid er is, dan zullen wij in zo'n hoogbeschermd gebied gewoon geen economische activiteiten toelaten. En het is dus niet de natuurbescherming of de milieubeweging die dit claimt. De regering heeft zichzelf dit opgelegd. En wij zeggen alleen in deze discussie, kabinet, Tweede Kamer, en tot nu toe hebben we de Tweede Kamer goed gehoor gevonden. Hou je bij je eigen afspraak. Vertrouwt u die onderzoeken die ze gedaan hebben? Jawel. En wat ik ook al die zei... Die onderzoeken zijn uitgevoerd door mensen die door de NAM betaald worden. Nee, dus door de NAM die daar zo graag wil gaan boren. Ja, dat is zo. Maar ik vertrouw wel in wetenschappers. Hè. Het zijn geen hoeren, om het nou maar zo te zeggen. En hun eigen reputatie staat op spel. Als jij een slecht onderzoek doet, dan zijn zij wel zo goed om dat aan te vallen, ook met wetenschappelijk onderzoek. En als je dat dus niet overeind kunt houden, dan ben je als wetenschapper weg. Dus dat heeft een eigen dynamiek. Het kabinet heeft opdracht gegeven aan 6 onderzoekers om het hele zaakje nog eens even over te doen. Dus er komt nog weer expertise op expertise. En wat er nu uit blijkt uit dit artikel is dat die expertise dezelfde richting uitgaat als het NAM-onderzoek. Nou, waar gaat het nou in wetenschap om? Dit is een zo complexe materie, daar kun je nooit met 100% zekerheid een uitspraak over doen. Dat kan gewoon niet, want dat kun je wetenschappelijk niet verantwoorden. Nou, en dan gaat het, wat is nou het interessante van de politiek? Dat je binnen die onzekerheidsmarge besluiten kunt nemen. Ik respecteer overigens elk besluit wat eruit komt. Ik vind het niet verstandig als we niet gaan boren. Maar goed, als de Kamer dat beslist. Waarom vindt u het niet verstandig als we niet gaan boren? Omdat ik die onzekerheidsmarge die er is volstrekt verantwoord vind. Nogmaals, als je het rustig doet, dan is eigenlijk de onzekerheid nul. En wat ik nou graag zou willen zien, is dat die VVD nou eindelijk eens een keer kloten toont. Zij zijn het met dit standpunt volledig eens. Loop dan niet met kousenvoeten door het geheel heen en zeg gewoon wat je ervan vindt. Dan valt het kabinet, daar zijn we meteen van Peper en Peper-Smit-Kroes af, dat is een hele goede zaak. We behandelen even. En dan mogen wij bepalen wat er gebeurt. Want dan gaan die verkiezingen over dat punt. En dat zou ik zeer interessant vinden. Dan kan meneer Den Biggelaar zijn standpunt uitzetten. Ik kan het doen. Maar luister, dat is allemaal heel aardig gezegd. Maar als u niet eens weet hoe die onderzoeken precies in elkaar zitten. En als meneer Van den Biggelaar zegt,
er zijn zoveel van die wetenschappers. Nee, en je weet het maar nooit. Hoe moeten wij dan gaan bepalen of er geboord gaat worden? Wat je dus niet kunt nadoen, dat kan ik ook niet. Want het is mijn vak niet. Dus ik kan die onderzoeken niet beoordelen. Maar je vertrouwt ze wel? Ja, uiteraard. Omdat er grote reputaties aan verbonden zijn. Ja, maar een deel van het onderzoek is gedaan door de Universiteit van Wageningen. Die mensen zijn geprivatiseerd. Die moeten zichzelf verdienen. En die doen het onderzoek voor de NAM. Als u naar de dokter gaat... Nee, maar even, kun je nog even antwoord geven? Nee, ik geef u precies antwoord. Als u naar de dokter gaat en u heeft vertrouwen in die arts... gaat u ervan uit dat zijn onderzoek klopt. Daar gaat u niet over doen, want dat kunt u niet. In diezelfde positie zitten wij ook. Er is nu geen wetenschapper die zegt dat het keihard onverantwoord is. Er is niemand die dat zegt. Ze zeggen allemaal het is verantwoord, maar... binnen een zeker onzekerheidsmarge. Nou, en dan is het interessante van het politieke debat, het gaat dan daarover. Van, neem je die onzekerheid, ja of nee? En dus, laat wij er dan over stemmen. Dit is over, dus de verkeerde discussie. Mijn laatste onderwerp nog. En vertelt u er dan bij dat als we uw zin doen... wat het dan kost. Want dat kost miljoenen. Nu mag meneer Die onzekerheid, die moeten wij die onzekerheid is ingebouwd. Ja. Die is al ingebouwd in de wettelijke bescherming. Jawel, maar u zegt nu voor de vierde keer hetzelfde. Ja, en dat is leuk, maar niet zo heel erg leuk. Dat schiet niet op. Is hier iets voor te zeggen voor wat meneer Fortuyn zegt? Nee, want... Waarom niet? Omdat de wetenschappers zelf zeggen, we hebben hier te maken met onzekerheden. Ja, en die schatten ze heel erg laag in. Dat is mini. Ja. En dus moet je het niet doen, want daar hebben we nou juist die wettelijke regelingen voor gemaakt. Hebben we zelfs internationale afspraken over gemaakt. En daarom zegt de Tweede Kamer, ook bijna kamerbreed, daar wordt niet geboord. Ja, maar die laten en de nou, oren ja, maar nee, maar u bent nu bezig met de democratie aan te vechten, terwijl het grootste deel van de volksvertegenwoordiging gewoon het met die milieubeweging eens is. Door een opportunistische CDA gesteund. Dat zijn uw vriendjes. En als ze in de regering zitten, doen ze precies het tegenovergestelde. Dat garandeer ik u nu al. Ken ik de Hoop Scheffer goed, hoor. Ze is een rechtse, moderne man. Meneer Van der Bichelaar, is het niet zo dat de milieubeweging... Het milieu en wat daar binnen gebeurt ook vaak extra zwart afschildert om aan zijn trekken te komen. Ik geloof dat het net viel, de Brent Spar, het Booreiland. Ja, ik wil daar wel even iets over moest zeggen. Moest en zou afgebroken worden en mocht niet afgezonken. Greenpeace heeft achteraf gezegd dat ze gesjoemeld zijn. Zouden we een polnacht krijgen volgens de Rijnders? Mag ik even hierop reageren? Polnacht krijgen volgens Rijnders. En Amerikaanse jongens en meisjes gingen die brandblussen. Geen dankjewel en geen correcties. Meneer Fortuyn. Meneer Fortuyn. Nooit. Ja, mevrouw Baak. Meneer Van der Bichelaar. Zullen we netjes discussiëren? Ja, maar ik zal het proberen. Ja. Ik wil even iets over die Brent Spar zeggen. U moet niet vergeten, Greenpeace moest destijds onder zeer barre omstandigheden, want ze werden van dat platform afgespoten door waterkanonnen. Terecht. Moesten ze die metingen verrichten. Uiteindelijk bleek er inderdaad veel minder in te zitten dan zij destijds hadden gemeten. Dat werd onmiddellijk opgeblazen in de publiciteit. Dus wat dat betreft kun je als milieubeweging je nauwelijks fouten veroorloven, want je wordt onmiddellijk gepakt. Maar waar gaat het nu in de kern om? Wat was in de kern de kwestie Brent Spar? Ja. Die kern was... En dan zal ik het vergelijken met iemand die zijn oude auto afdankt. Ja. Die kan op een gegeven moment zeggen van, ik rijd die auto het Noordzeekanaal in. En dan komt er een discussie over, heeft hij de olie uit het karter gehaald of niet? Daar gaat het dan niet om. Daar gaat het erover dat je je afgedankte auto niet zomaar een sloot inrijdt. Maar dat je die netjes naar de sloperij brengt. Dat was in feite de discussie met de Brent Spar. Dat is dus fundamentalisme. En dat heeft niets met fundamentalisme te maken. Dat is gewoon burgerlijk fatsoen. Stukje originele natuur wat we hebben, ook moet gaan gebruiken. Nee, dat vind ik geïdeologiseerd. We hebben net vastgesteld dat die onzekerheidsmarges buitengewoon smal zijn. En ik ben de eerste die zegt, en dat ben ik heel met de heer Van der Bichelaar eens, als er op een gegeven moment duidelijk aanwijsbaar een risico optreedt, dan moet je ophouden. Mag ik even vragen, meneer Fortuyn? Men heeft geraamd dat onder de Waddenzee 40 miljard kubieke meter aardgas zit. Dat is ongeveer de helft van de jaarproductie van Nederland. En we hebben nog voor ongeveer 35 à 40 jaar hebben we aan voorraden. Moeten we in dat perspectief voor een half jaartje extra aardgasexport of exploitatie daarvoor die risico's lopen? Ik vind dat u als econoom dan ook eens moet
deze dingen tegen elkaar zeggen. Is het noodzakelijk? Hebben we het nodig? Noodzakelijk. Het punt is niet noodzakelijk. Nee, luister, het punt is dat wij een verkeerd contract hebben afgesloten. Nee, maar even, is het noodzakelijk dat we even afgezien van gezien de schadeclaims wel. Dat is een groot probleem. Laten we even zeggen... We hebben in het Luister, ja. De schadeclaim is er nog niet. En dan kan je je ook afvragen of die komt. Het gaat hier nu die even... Komt. Het gaat hier nu even om, ook om de ideologische discussie. Kijk. En hebben we, behalve dat gas en dat geld nodig? Mevrouw, we zijn een visantrijk land. Dus we hebben niks meer nodig. Maar waarom zou je het dan doen? Dat is einde discussie. Wat er wel zo is... Waarin is vastgelegd dat we aan het wat... niet zullen knoeien, doorkruist kan worden... dan kunnen we ook doorkruisen de levenslange afspraak met de NAM. Ja, maar het probleem is dat die ijzers sterk staan. Dus die claim komt er. En wat ik dus heel goed zou vinden, heb ik ook net al gezegd... Even afgezien van die claim. Hou nou verkiezingen en maak het volk. Daarom mogen ze zelf kiezen. Dat hebt u wel gezegd. Ja. Als we die claim nou eens even onder tafel leggen... wat vindt u dan zelf... Dit is een vreemde argumentatie. Ja, iemand hier aan tafel met totaal andere belangen. Wij moeten in het bad gaan boren. Nee, dat is flauwkul. Laat maar zitten. Het is een grapje. Oké, het is een grapje. Of denkt u dat het op zijn poldermodels weer uitgesteld wordt, 10 jaar? Ja. Ja? Nee, ik denk het niet. Ik vind in ieder geval dat men nu... Nee, moet ik zeggen. Men moet een keertje duidelijk kiezen dat...